Sean Lammers, kampioen. Wat gaat er door je heen? Ja, euforie, geweldig. Dit is waarom dat je hier naartoe bent gekomen, om te promoveren. Nou, dat hebben we gedaan. En als je daarna dit ook nog mee kunt maken en er altijd in geloofd hebt met de staf en met de spelers, nou, dan is die beloning geweldig. Want het ging niet altijd even perfect, hè? Nee, maar dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Ik bedoel, een seizoen heb je altijd ups en downs. En ik vind dat wij altijd keihard hebben gewerkt. En dat is voor mij het belangrijkste. Is er één moment geweest dat je getwijfeld hebt, we gaan er niet aan? Nogmaals, laatste verzoek. Ja, je hebt altijd twijfels. Als jij net zit in januari een aantal keren verliest achter elkaar. Dan moet je nog harder gaan werken. En dan moet je als groep bij elkaar blijven. Kijk, mijn geluk was dat wij een technische staf hadden die heel dicht bij elkaar was. En vanaf het begin hebben we gezegd, zo gaan we het doen. En dat hebben we eigenlijk ook vastgehouden in de tijd dat het wat minder ging. En dat is belangrijk. Hou je de groep bij elkaar? Ja, dat gaan we bekijken nu dus. Dat zijn dingen die daar gaan we de komende weken over hebben. Je hebt het wel getroffen met deze jongens, hè? Ik heb het geweldig getroffen met die jongens, dus. En je hebt ook tegenslagen in de vorm van blessures, mensen die weer terugkomen ook. Het is echt een seizoen geweest. Ja, maar dat is ook management, hè? Zo weinig mogelijk blessures. En de blessures die je krijgt, net als een kruisband, ja, dat zijn dingen waar je weinig aan kunt doen. Maar ik denk dat en dat heeft ook te maken met hoe we trainen, hoeveel we trainen. Dat heeft er allemaal mee te maken en dat hebben we goed gemanaged. Ja, want de volgende 90 minuten wordt hij druk gezet, hè? Ja, maar kijk, dat lukte vandaag ook niet. Als je ziet hoe het makkelijk Ajax speelt en je loopt 4-5 keer voor niks, ja, dan moet je iets anders. En we hadden twee plannen klaar. En ik vond Ajax gewoon goed spelen, dus het is moeilijk om daar druk tegen te zetten. Maar uiteindelijk zijn wij heel scherp in het maken van doelpunt. Wat ga je vooraan doen? Drinken. Proost. Dankjewel.